Wij zijn Tanja en Eline. Ja, en wij komen jou vandaag iets vertellen over hoe jouw ideale gezonde bord eruit ziet. Of zou moeten zien. Alle mensen die hun gewicht willen controleren, die willen afvallen of die niet willen bijkomen en die into gezonde voeding zijn, die gaan hier iets aan hebben. Dus we gaan jullie helpen. Ja. Met het samenstellen van dat gezonde bord. Want er bestaat heel veel verwarring over. Mensen weten het niet goed. Waarom moet je zo lachen? Omdat wij er zo gek uitzien. Ja, we zien er heel gek uit. Ja. Oké. Maar dus let goed op, want we hebben een en ander voorbereid. Oh, kijk, Rich is aan het kijken. Hi, Rich. Oh, ouch. Hi. En aan het einde van de video ga jij een perfect idee hebben van hoe jouw ideale bord er moet uitzien. Maar eerst gaan we die gekke dingen wegdoen. Want het is wel herfst en zo. En we hebben zo van die gekke brilletjes op. Maar we gaan wel even, we gaan die gekke dingen uitzetten. Even kijken hoe we dat moeten doen. Hoi, hier zijn we terug. Zo, kijk. Hoi, hier zijn we terug. Voilà, voilà, voilà. En we staan hier aan ons bord. Want we gaan het voor je tekenen. Zodat het heel duidelijk wordt voor jou. Oké? Goed, Eline, vertel ons eens, een ideale bord, wat moet daar het meeste van op liggen? Wat ligt er, hoe moet ik dat zeggen? Wat neemt het meeste plaats in van een ideaal bord? En ik ga tekenen, vertel. Groente. Iedereen moet meer groente eten, dat is gewoon zo. Dus, ik teken het bord. Yep. En hoeveel van dat bord... Hoeveel groenten moeten daarop liggen? 50%. Hoeveel is 50%? De helft. Yes, de helft. Dat is perfect 50%. 50%. Oh, ik sla er niet meer op. Groenten. Welke groenten? Zetmeelarme groenten. Oh, zetmeelarme groenten. Zijn er dan verschillende soorten groenten? Ja, er zijn groenten met zetmelen en er zijn groenten zonder zetmelen. Nu, de meeste groenten hebben geen zetmelen. Dus dat is goed nieuws. Dat maakt het minder moeilijk. En kijk, hier heb ik... Kun je dit zien? Ja, je kunt het zien. Ja, hier heb ik een lijst van... alle groenten per seizoen, alle groenten per maand. Want een heel goede tip daarbij is, kies voor de groenten van het seizoen. En eigenlijk hebben we dit jaar, of dit, nee, deze maand hebben we heel veel geluk. Want kijk eens, we zitten in de maand oktober. En wat zie je? Oh, patatjes. Ja, patatjes. Juffrouw eet graag patatjes. Maar wat zie je? Dit is de maand ook... Oeh, dat is moeilijk. Dit is de maand oktober en dat is de langste lijst. Dus... deze maand hebben we eigenlijk de grootste keuze. Yay, super tof. Ik ga ze niet allemaal overlopen. Waar ik deze informatie vandaan haal, is www.groentekalender.be. Zullen we dat straks even in de commentaren typen? Dan kunnen de mensen dat ook vinden. Ja. Trouwens, als je kijkt, er zijn mensen live aan het kijken. Hey, hallo. Dag Anne. Kijk, Anne zegt koekoe. Koekoe, Anne. Koekoe. Als je kijkt, ook als je uitgesteld kijkt. Als je uitgesteld kijkt, zet even hashtag replay. Dan weten we dat je onze boodschap hebt gezien. En anders, sowieso, als je kijkt, willen we heel graag weten of jij de helft van je bord... met groenten zet. Ja, of de helft van je bord bestaat uit groenten. Als dat zo is, zet dan even groenten in de reacties. En dan kunnen wij dat zien. Dan ben je al op zeer goede weg. En dat vinden wij super tof. Oké. Zetmeelarme groenten, zei ik daarnet. Zetmeelarme groenten. De lijst van zetmeelrijke groenten is gelukkig korter. Dus ik ga ze er voor deze maand even uithalen. Ik heb ze hier in het oranje aangeduid. Zeg eens even, zetmeelrijke groenten voor deze maand. Aardappelen. Ja, aardappelen zijn groenten. Yes. Maar die zijn lekker. Maar ze bevatten wel veel zetmelen. Dus die horen hier niet thuis. Oké? Okay? Dat is niet binnen de 50%. Die staat in de groenten. Oh. Oké. Okay. Wat nog? Pastinaak. Pastinaak. Super lekker. Helemaal in het seizoen. Maar hoort hier niet thuis, oké? Okay? Ik ga straks vertellen waar wel natuurlijk, hè?
Pompoen. Pompoen. Hé, hey, het is Halloween tijd. Dan hebben we toch volle bak pompoenen. Pompoenen zijn super gezond. Maar het zijn geen zetmeerarme groenten. Dus ze horen hier niet thuis. Ze horen in een andere categorie thuis. Wat nog? Wortel. Yes, wortel. Dat is allemaal oranje dan. Ja. Ja, inderdaad. Behalve pastinaak, dat is niet oranje. Nee, dat is goed. Zoete aardappel hoort daar ook toe. Behoort daar ook toe. En wat hebben we dan nog? Ertjes. Mais. Maar die zijn niet van dit seizoen, maar die behoren er, volledigheidshalve vermelden we die even, die behoren er ook toe. En, kun je mijn geschrift lezen? Nee. Bonen. Ah. Boontjes, super gezond. Maar prinsessenboontjes of die lange, dikke bonen? Vooral die met die dikke bonen erin. Die prinsesjes, dat zit nog zo'n beetje op de scheiding. Dus hier hebben we een half bord gevuld met zetmeelarme groenten. Oké. Okay. Ja. Dan, wat hebben we nog op ons bord? We gaan verder, want die zetmeelrijke groenten die Eline daarnet heeft opgesomd voor je, die horen wel op een gezond bord, maar die zitten in de categorie van de... Koolhydraten. En dat is 15%. Yes, 15% koolhydraten. Oh, hier heb ik niet bijgezet groenten, maar ik zet het in het groen, dus dan is dat wel duidelijk, hè? Groenten voor groen. Voilà. En in deze categorie horen dus wat ze daarnet heeft opgenoemd. Ja, de aardappel, de zoete aardappel, de maïs. Maar ook de zilvervliesrijst, noem er maar ook maar eentje op. De rijstpasta, de quinoa, de quinoa-pasta, linzenpasta, kikkererwten, bonen en pompoenen. Yes, dat zijn gezonde koolhydraten. Dat zijn complexe koolhydraten. Dat zijn niet de suikers. Dat zit ook wel in de grote groep van de suikers. Maar dat zijn niet de slechte suikers. Dit zijn de goede koolhydraten die ons ook verzadiging geven. En die tip hierbij, die zet je in volgens je lichaamsbeweging. Dus iemand die veel sport bijvoorbeeld, die mag wat meer koolhydraten eten. Iemand die weinig sport, die moet misschien wat minder koolhydraten eten. Dus daar moet je soms een beetje mee gaan spelen in functie van je beweging. Snap je? Kinderen, die mogen meestal iets meer koolhydraten eten, omdat zij nog veel meer bewegen dan volwassenen. Meestal tot ze voor hun computer gaan zitten en er niet meer van achter komen. Maar zo ben jij niet, hè? Nee. Nou, oké. Oké, volgende categorie. Wat hebben we nog op ons bord? Eiwitten. Oké. En dat is 30%. Eiwitten. Wat is een ander woord voor eiwitten? Ja. Oh, dat hadden we niet voorbereid, hè? Nee. Proteïne. Proteïnen. Wat kiezen we dan? Zeker als we willen afslanken. Zeker als we ons gewicht willen controleren. Als we onze cholesterol onder controle willen houden en zo. Dan kiezen we voor pure, zuivere eiwitten. En dat kunnen dierlijke zijn. Geef eens een paar voorbeelden van dierlijke eiwitten. Vlees, gevogelte, vis, eieren, geitenkaas, hier moet je kijken. Schapenkaas. Ja, voilà. Dus dat zijn de klassieke. De meeste mensen eten dagelijks dierlijke eiwitten. Oké, maar we hebben natuurlijk ook plantaardige eiwitten. Ja. En wat zijn dat bijvoorbeeld? Plantaardige linzen, bonen, kikkererwten, korn. Dat zijn zo van die kornblokjes. Lekker, hè? Ja. Bio tempeh, bio tofu, bio... Edamame. Ja, dat zijn sojabonen. Dus dat zijn plantaardige. Ik eet geen dierlijke producten. Maar dat moet iedereen voor zichzelf uitmaken. Ik soms. Ja, soms. Dus iedereen maakt dat voor zichzelf uit. En als ik dat eet, dan reageert mijn lichaam daar niet goed op. Ik krijg bijvoorbeeld pijnlijke gewrichten in mijn vingers. Dus ik heb er niet voor over. Dus ik eet dat niet. Ik eet dat ook niet zo graag. Geef mij maar de plantaardige. Zelfs kom ik daarop terug, want er is wel een leuk... Degene die goed opletten. Als je kijkt, laat het even weten van waar je kijkt. En of je dit leuk vindt, of je dit waardevol vindt. En zeg ons ook eens of er jou iets opvalt bij wat we uitleggen en wat we hier
uiteenzetten. Oké? Okay? Want normaal gezien moet er jou iets opvallen. Oké, okay, en dan hebben we nog één categorie over. De gezonde vetten. Gezonde vetten. Dat is 5%. 5%. Dat kunnen zelf tegen. Vetten. Wat zijn gezonde vetten, Eline? Gezonde vetten zijn bijvoorbeeld avocado, zaden, pitten, noten, kokosolie, olijfolie, sesamolie. En avocadoolie. Avocadoolie. Ja. Ook. Dus als we denken aan vetten, dan de meeste mensen denken aan boter en aan olie in flessen. En in een van mijn vorige video's heb ik het gehad over olie in flessen. Wat zei ik nu? Olie in vetten? Zeg ik olie in vetten? Ik bedoel olie in flessen. Olie in flessen. Dat eigenlijk een no-go is. Dat iets is wat je liever niet eet. Behalve een paar uitzonderingen. En dat zijn degenen die Eline net heeft genoemd. De goede olijfolie. Kokosolie, al zit die niet in een fles, want die wordt hard. Die zit in een pot, in een glazen pot. Hier nog eens. De avocado, dat is... Ik had over de olie. De sesamolie is misschien ook nog iets wat je wil. En de avocadoolie zie je meer en meer. Dat zijn goede oliën. En al de rest, al de zonnebloemolie, de sojaolie, al die oliën, die moet je niet doen. Dat is hoog inflammatoire voeding. Dat komt je lijn en je gezondheid niet ten goede. En als je denkt aan vetten, denk dan inderdaad ook eens aan noten, aan zaden. Zeker nu noten. Ik heb van mijn buurvrouw een beetje verder hier heerlijke walnoten gekregen. Super lekker, hè? Dus voeding voor je hersenen. Dat zie je aan de vorm. En er had ook eens iemand notenbrood gemaakt. Ja, dat kun je ook doen. Maar hoe dan ook moet je daar zuinig mee zijn. 5% is niet zoveel. Dus dat betekent, als je noten eet, dan eet je een handje noten per dag. Niet meer. Want als je er meer van eet, dan ga je er ook van verdikken. Het is niet omdat het gezonde vetten zijn, dat je er niet van kunt verdikken. Oké? Okay? Dus... dat is het zo'n beetje. Dat is in grote lijnen. Ga eens even opzij staan. Kun je het goed zien? Voilà. Zo ziet volgens ons een gezond bord eruit. Dus dan heb je al een beetje een idee. dan weet je, als het visueel is, dan kun je het je ook gewoon zo voorstellen op je bord. Hè? Nu, is er iets opgevallen? Ik zie dat er een aantal mensen nu pas binnenkomen. Van harte welkom. Laat even weten wie je bent en van waar je kijkt. En of je dit nuttig vindt. Ja, van sommigen wel, maar niet van iedereen. Dat is een beetje het gekke aan Facebook. Facebook zegt niet altijd de namen. Maar is er jou iets opgevallen? Ann, die was er van in het begin bij. Ann, heb je goed opgelet? Is er jou iets opgevallen? Als we het hadden over de koolhydraten, groente, koolhydraten, eiwitten, is jou daar iets opgevallen? Ik ga even wachten om te kijken of er antwoord is. Laat het weten! Ook Riet is aan het kijken. Riet, die weet dat allemaal, want Riet... die heeft dat ook allemaal gestudeerd en die vertelt dat ook aan haar klanten en coaches en studenten en zo. Is jou iets opgevallen? Ja, we zijn wel benieuwd. Ja, en het ding is, er komen altijd zo veel later reacties. Als je dit een leuke video vindt, geef ons eens een beetje hartjes. Geef ons eens een beetje liefde. Dat vinden we super tof. Nee, niet direct. Snorri. Snorri, geen probleem, Ann. Dat is heel goed dat je het zegt, want dan kunnen we het uitleggen. Oké, waar blijven die hartjes, mensen? Vind je dit geen leuke video dan? Hartjes! Ah, daar zijn ze. Kijk, oh, daar komen ze. Hartjes, zoveel als je kan. Zoveel als je kan. Ga op die hartjesknop. Hartjes, hartjes, want daar worden wij blij van. Oké, cool. Wel, wat jou mogelijk... Oké, kijk. Dank je. Oh. Weet je wat mogelijk is opgevallen? Dat is dat de bepaalde voedingswaren... kijk, daar komen nog hartjes. Dat bepaalde voedingswaren categorieën overschrijden. Hè? En dan wordt het een beetje ingewikkeld misschien, maar ook weer heel leuk. Want, misschien een voorbeeldje. We hadden het over... ga een beetje opzij. We hadden over aardappelen. Aardappelen, zoete aardappelen. Eigenlijk zit dat in de categorie van de groenten. Want als we van veld, waar ligt de lijst daar, als we van veld de groentekalender opvragen, dan zien we aardappelen bij de groenten staan. Als eerste. Als eerste, ja. Dat is bij de A's staan alfabetisch, hè, scheetje? Oh. Ja, dat is daarmee. Ja. Dus dat zijn groenten, maar eigenlijk bevatten ze vooral koolhydraten. Oké. Maar sommige van die groenten bevatten ook eiwitten. En als je dan gaat naar de bonen bijvoorbeeld, de bonen
En de, wat hebben we daar? De kikkererwten, de linzen. Ja, die zitten eigenlijk in die twee categorieën. Die zitten bij de koolhydraten en die zitten bij de eiwitten. Dat betekent dat je moet, dat je bijvoorbeeld kunt kiezen voor linzen, bonen, kikkererwten. En dan heb je eigenlijk meteen twee categorieën gecoverd. Dan kun je eventueel nog een beetje groente aanvullen, maar vooral veel zetmeelarme groente. En dan heb je eigenlijk snel een gezonde maaltijd. En zo, wat ik bijvoorbeeld heel vaak doe, is ik maak een groentesoep met basically deze groenten. En dan heb pompoensoep. Nee, pompoensoep zit hier. Oh. Ja, ik maak ook pompoensoep, maar die zit dan hier. Maar als ik groene soepen maak, bijvoorbeeld broccolisoep of zoiets, dan kan ik daar gemakkelijk 1 of 2 eetlepels linzen of kikkererwten of bonen of korn of weet ik veel aan toevoegen. En dan heb ik dit meteen ook gecoverd, zodanig dat ik een maaltijdsoep heb. Heel snel eten heb ik dan, want ik heb meestal niet zoveel tijd. Ik voeg er dan nog wat extra groene blaadjes aan toe, zoals verse kruiden, rucola, basilicum, dille, koriander, al wat je lekker vindt, verse peterselie. En dan heb je in een handomdraai heb je dan een gezonde maaltijd, snap je? Dus als je dit voor ogen houdt, dan heb je heel snel een gezonde maaltijd. En dan kun je je gewicht veel gemakkelijker controleren. Als je dit niet toepast nu en je gaat het toepassen, dan ga je vanzelf afvallen. Als je overgewicht hebt tenminste. Want je lichaam gaat kunnen loslaten. Want als je heel veel groenten eet, zetmeelarme groenten, groene groenten, dan gaan die jouw lichaam helpen om te ontgiften, om te ontzuren, om te zuiveren. En dat is hetgeen wat je nodig hebt om die vetlagen die je te veel hebt, om die te verbranden. Oké? Dat zijn dingen die ontzettend aan bod komen in mijn 6 weken programma. Hallo, hallo. Kijk eens allemaal mensen die erbij komen. Super tof dat jullie kijken, mensen. Laat even weten en geef ons een beetje liefde, want wij hebben liefde nodig. Hartjes. Ga op die hartjes staan. Hartjes. Dus dat komt heel uitgebreid aan bod in mijn 6 weken programma. En als je daar meer over wil weten, stuur me dan een berichtje of reageer even onder deze video. Ja. En dan vertellen we meer. Ja. Trouwens, op 12 november, dat is over 2,5 week denk ik, zoiets. Twee weken. Hoe? Start ik met dankjewel. Start ik met een nieuwe groep. Ik had al een hele toffe groep van 15 vrouwen in de beta-versie van mijn programma. Die hebben fantastische resultaten neergezet. Trouwens, de komende dagen ga ik er een aantal live interviewen. Dus stay tuned, blijf ons volgen, want je hoeft het niet allemaal van mij aan te nemen, hoe geweldig het programma is en hoe mooie resultaten dat ze neerzetten. Maar je gaat het van hen zelf horen, dus dat wordt wel tof, denk ik. Als je dat leuk vindt, geef even een duimpje, laat het even weten. Vind ik leuk. En geef ons wat hartjes, dan weten we dat we die zeker, dat we die dames zeker moeten... En reageer ja. weten we zeker dat we die dames aan bod moeten laten komen hier, een verhaal laten doen. Dus... Hey, Voilà. Oké, cool. Als je nu graag een afbeelding wil, want dit is een beetje slordig, maar als je nu een afbeelding daarvan wil, laat het even weten. Zet even foto in de reacties. En dan gaan we de foto even op Messenger gooien voor jou. Goed, en dan heb je er misschien wel wat aan. Voor de komende weekend, voor de komende dagen. En dan zien wij... Ja, en dan zien we jou heel graag terug in een volgende video. Misschien met mij. Ja, wie weet. Wie weet. Het is vakantie volgende week, dus misschien komt ze er nog wel eens bij. Je hebt het heel goed gedaan, meid. Dank je wel om mij zo flink te assisteren. Wij waren Eline en Tanja. En wij zeggen, zorg goed voor jezelf, want dan kun je beter zorgen voor anderen. Heel graag tot de volgende. Bye bye. Bye. Bye.